Hey, hallo, ik ben Vicky van der Glundering en ik wil jullie graag vertellen waarom talenten kennen van je kinderen zo deugdzaam is en zo helpend kan zijn. Het gaat om het volgende. Ik had een kind in begeleiding en zij dacht van zichzelf dat wiskunde niks voor haar was. Zij werd eigenlijk vanaf het tweede leerjaar een jaar lager gezet, omdat ze niet kon volgen met wiskunde. Dat ging allemaal te snel en met haar dyscalculie kreeg ze dat zo niet goed verwerkt. Dus ze werd naar de logopedist gestuurd en ze moest in een jaar lager gaan rekenen. Dus op een gegeven moment komt zij bij mij in begeleiding en hebben we het over inwisselen bij cijferend aftrekken. En ze zegt, ik snap daar niks van, ik vind dat zo moeilijk. Ik begrijp dat niet. Die eieren, en dan wordt dat een doos, en dan worden dat terug een doos, van een doos worden weer eieren. En ik snap daar helemaal niks van. En wat hebben eieren nu te maken met rekenen? Ik vond dat een goede opmerking, want eieren hebben in principe niet veel te maken met wiskunde of met rekenen. Ik tel graag in geld, want geld tellen, dat willen de meeste kinderen wel. Hè? En dus ik gaf haar 10 losse euromunten. En ik vroeg haar dat in haar portemonnee te steken. Ja, dat was heel lastig, want dat ging er bijna niet in. Dan ging haar portemonnee niet toe en dat woog ook nog een heel deel. Dus ja, dat zat eigenlijk niet zo gemakkelijk. Geen probleem. Ik zeg haar wel, die 10 euromunten, die zijn evenveel waard als dit ene briefje van 10 euro. Want dit is 10 euro en dat briefje is 10 euro. En dat snapte ze wel. Oké, het was evenveel waard. En dan... Hoe konden nu die losse munten een briefje worden? En omgekeerd, hoe kon dat? Dat een briefje eigenlijk omgetoverd kon worden tot een los munt. Tot losse munten, sorry. En ik zeg het al, omgetoverd worden. Want voor haar voelde dat aan als iets magie. Iets toverachtigs. En op een gegeven moment zei ze, want ze was heel fantasierijk. En ze kon bij alles bijna een verhaal verzinnen. En dan zei ze van, ja wel, dat is precies gelijk, een tovenaar komt en hup, knipt en dat is zo. Ik zeg, ja, maar een tovenaar die knipt in zijn vingers, ik zeg, zo werkt dat meestal niet. Meestal legt een tovenaar een doekje eigenlijk eerst over iets en dan knipt hij met zijn vingers. En sindsdien hebben wij de magische doek die wij gebruiken als we gaan cijferend rekenen. Dus we leggen die magische doek ofwel over een briefje en dan worden dat losse munten. Ofwel over die losse munten en dan wordt het een briefje. En je ziet mijn handen de hele tijd heen en weer doen. Dat komt omdat we dan van rang veranderen. En ook voor haar is dat heel belangrijk dat we dat laten zien. Die losse munten, dat zijn 10 losse munten, die worden 1 vast briefje van 10. En ene keer als ze dat doorhad van, ah ja, dat werkt met een beetje magie. En eigenlijk werkt datzelfde met een briefje van 100, dat 10 briefjes van 10. Euro worden en met 1000 en zo kon zij de transfer wel maken. En sindsdien hebben wij dus een magisch doekje. En wil je meer weten over hoe dat je talenten kan inzetten om de tekorten van de kinderen aan te pakken, dan ben je van harte welkom op mijn training die ik geef. Dag, dankjewel voor het kijken.